Sinds gisteren zijn alle ogen bij de Rode Duivels gericht op Yannick Ferreira Carrasco, de ster van Monaco en de enige speler die in de kwartfinale van de Champions League speelt. Hij komt uit de jeugdwerking van Racing Genk, waar hij werd opgevangen in een gastgezin. Die gezinnen, die een pionier waren, speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Steven de Voer, Kevin De Bruyne en dus ook Yannick Ferreira Carrasco. Yannick was een heel speciale jongen. Hij was een fijne jongen, maar een speciaal ventje. Ik heb nog geen speelminuten gekregen, dus ik wil speelminuten krijgen om te tonen aan België wat ik waard ben. Yannick Ferreira Carrasco, nu een vedette bij Monaco, woonde 4 jaar lang hier in Zonhoven bij de familie Nijs-Francis. De linksbuiten speelde tot zijn 16e bij Racing Genk, trok dan plots naar Monaco en slaagde. Het eerste wat ik hem leerde was schoemenneke. Hij weet nog steeds wat dat betekent. Heel wat Rode Duivels die vroeger bij de Genkse jeugd speelden, verbleven bij een Limburgs gastgezin. Zoals Kevin De Bruyne, Steven De Voer en Christian Benteke. Yannick en ik hadden dikwijls discussies en die gingen altijd maar over één thema en dat was school. Maar Yannick leefde voor het voetbal en wilde echt wel een ster worden. Deze gastfamilie zorgen zoal 15 jaar mee voor het succes van de Genkse jeugdwerking en dus ook van de Rode Duivels. Ik denk dat wij rond het jaar 2000, daar of einde jaren 90 mee gestart zijn. Dat we eigenlijk ook vanuit de club de keuze maakten om jongens bij elkaar te laten voetballen die niet in Limburg woonden. Dan zijn we dan begonnen met jongens zeg maar een warm nest aan te bieden. Ik heb 4 jaar in Genk jeugd gespeeld en ook bij Greet gewoond. Greet, haar man en haar 3 kinderen hebben nog altijd contact met Yannick, die nu een voetbalster is geworden. Ook vandaag stuurde ze een sms'je naar de Rode Duivel, die hoopt op een eerste basisplaats. Ja, ik ben wel geduldig, maar te geduldig is ook niet zo goed. Ja, als je soms interviews met hem ziet of je leest artikels vanuit Monaco, dan geeft hij ook toe dat de uitdagingen groot zijn in Monaco. Daar, allemaal dure auto's, mooie vrouwen. Het is een voetbalster. Maar Yannick blijft Yannick en dat vinden we het mooie eraan.